Ik ben Bas Nijhuis en dit is Statements. Hallo allemaal, dag lieve mensen op het internet. Welkom terug bij deze wonderbaarlijke webserie. Welkom bij Statements. Mijn naam is René Vermeurs. Aan de andere kant van de studio zit je grote vriend Willy Wartaal. Wonderbaarlijk. En in het midden hebben wij niemand minder dan... Laat je horen voor Bassie Nijs! Yes! Bassie! Bassie! Gebeurt dat? Heb je al je eigen liedjes? Nee, want dit is echt de eerste keer dat ik applaus krijg. Ik krijg nooit geen applaus. Nee? Nee, het is normaal altijd van... Kutscheid. Hij snapt het spel niet. Nou, als ze dat zeggen, vind ik nog prettig. Ja. Maar het gaat meer om het beroep van mijn moeder, wat ze vaak zingen. Ja, echt hè? Dat is niet normaal hoor. Nee, het is niet oké. Maar ze zingen het overal hè? Ja. Of je nou bij Utrecht bent, bij Vitesse, bij ADO, ze zingen overal Nijhuis. Ja, je moeder is hoer. Dat zingen ze overal. Dat je op een gegeven moment ook gaat denken van ja, ze zingen het overal. Er zal toch geen kern van waarheid in zitten. Dat zal het wel. Ja. En zijn dat nepschoenen, want die letters laten allemaal los. Die letters laten los, maar dat is omdat het heel duur is. Kijk, dat gaan nu de G van Gucci eraf halen. En weet je wat we doen, Bassie Nijhuis? Ja. Ik krijg jou cadeau. Echt? Ja. Bassie Nijhuis. Ja. Hey, top hoor. Een grammetje voor jou. Ik had op het EK moeten staan. Ja. Ja, wat is het verhaal daarachter? Ik heb dus het verhaal gehoord dat de UEFA niet wil dat jij op het EK fluit... omdat je te uitgesproken en een te grote, sterke eigen mening hebt. Ik heb echt van, ja, het helpt niet mee als je dat hebt. Dat klopt. Dus dat klopt wel. En ik ga natuurlijk wel, ik kies wel eens de kant van de media en zo. Nou, dat is natuurlijk ook not done. Maar kijk, wij in Nederland zijn heel vrij. Wij staan na de wedstrijd voor de camera's om onze fouten toe te geven. Maar in andere landen is dat echt not done. Dan komt de scheidsrechter echt niet in de media. Maar hoe gaat zoiets dan? Word jij dan gebeld door de UEFA en die dan zegt, luister Bas... Tandje minder of niet fluiten? Nee, dat niet. Maar je merkt wel dat niet in je voordeel werkt. Als jij veel van dit soort politiek dingen doet. Maar heb jij bewust meer gekozen voor een carrière in de media en iets minder op het veld de laatste tijd? Nou ja, op een gegeven moment toen die beslissing kwam van... Er zijn twee jongens die misschien naar die EK's kunnen. En ik ben toen daarvan afgevallen. Natuurlijk, ik kreeg mijn wedstrijden wel. In Europa League en je kreeg je Champions League wedstrijden wel. Maar niet meer naar het toernooi. Toen heb ik bij mij wel een knop omgegaan. Toen heb ik ook gezegd van... Nou, dan gaan we het even iets anders doen. Oh, ja. En dat bevalt wel goed. Ik doe nou gewoon echt allemaal dingen die ik leuk vind. Dus, En dit, ja. Ja, nee, maar dit is... Hoe mooi is het nu om in de studio te zitten, zeg maar, in een afstandse wijk. In een crackpand in Hilversum. In een crackpand waar je gewoon tussen deze twee giganten zit, wel. Ik ben snel zenuwachtig. Ja, eigenlijk wel. Ik heb ook onzekere momenten. Maar ik weet wel goed hoe ik ermee om moet gaan. Dat ik gewoon heel vaak wel op die punten dan ben, zeg maar. Zo, oh ja, oké, er gaat iets lijfs gebeuren. Dat deed ik de vorige keer. Meestal werkt ademen gewoon. Rustig ademen. Ja, je lacht, maar het is wel zo, toch? Ja. Gewoon ja, het rustig is wel blijven zo, ademen. Ja. De beste manier om gewoon overal doorheen te komen is kalm blijven. En dat de grootste winnaars op aarde ook altijd in de lijfse situaties kalm kunnen blijven. Ja, daar begint het, ja. Toch? Want voel jij de druk van een vol stadion? Ja, dat is wel als je de warming-up doet en je loopt of bij... Kijk, of je gaat naar bijvoorbeeld de Galatasaray of zo, wat 80.000, 90.000 Turken. Die zijn echt... Dat gaat tekeer, joh. Die kunnen sfeer maken. Dat is ongekend. Dat is echt fantastisch mooi, hoor. Ik zie ze wel eens op auto's de straat rijden. Ja. Ja, als ze een wedstrijd gewonnen dat is hebben. Minder, ja. Dat hoor wel eens een toetje. Ja. Dat is ook minder als de auto van de scheidsrechter is na afloop. Dus, hebben we ook wel eens gehad dat een paar wieltjes weg waren in amateurtijd. Maar goed. Nee, maar dat is wel... Dat is wel gaaf. Maar als je dan de warming-up doet, dan voel je echt wel spanning. Want dan denk je, oh jongens, wel, dat is niet... Maar zodra, het is heel raar. Als je fluit en die wedstrijd gaat, is in één keer ben je ja, dan moet je gewoon bezig zijn. Ja. Het is heel apart. Ja. En wat is de lekkerste rode kaart die je ooit hebt gegeven? Oh, dat is een goeie. De lekkerste rode kaart. Maar welke had je zo... Oh. Oh, nee. In zijn gezicht. Ah. Ja, hoe zou... Ik heb ze even, maar ik wil wel even zien hoe jij een rode kaart... Huh? Hoe zou jij een rode kaartje geven? Stel, ik ben een speler. Hoe doe je dat? Oké. Okay. Ja? Kijk in! Weg! Kijk, dit bedoel ik dus, hè? Mag dat niet? Dit is er staat echt FIFA op. Maar dit is wel agressief, echte. Hoor. Dit is agressief, vind je niet? Oh, ja, liever deze. Ja. Hij komt er. Ja, kijk, als je hem zo geeft, ja, kijk, dat is goed. Ja? Ah, dat is toch vriendelijk? Vinden ze ook niet leuk, hoor, die spelers. En wat ik altijd doe met die rode kaart is dat, stel dat daar de tunnel is of zo, dan doe ik altijd nog een sweepje zo van, je moet die kant op. Dat vinden ze ook heel vervelend, die spelers. Ja, maar dat snap ik wel. Heb je niet bij damesvoetbal zo je nummer erop en dan zo deze? Ja. Hey. Weer eentje. Er gaat niets boven het oosten van het land. He. Zo is het. Nou, en dat is vandaag weer bewezen toen ik hier aankwam rijden, hier bij die griebersbende hier zo. Dat was echt niet normaal. En dan ben ik echt blij dat ik straks met gierende banden weer die kant op ga. En dan heb ik heel veel files voor over. Maar wat is maar het hoe, zo die hoe next... kun je hier nou acclimatiseren? Hoe kun je hier nou fijn voelen zo? Nou,
weet je. Beter. Nou, als ik gewoon heel eerlijk ga zijn. Ik ben hier ook maar naartoe gestolen. Ik heb geen idee, man. Nee, ik moet zeggen, weet je. Nee, wat is het zo tof aan het oosten? Ja, iedereen, het is ja, heel erg elkaar helpen met de buren. Maakt niet uit. Nee, ik woon er ook nog buiten af. Ik woon op een halve boerderij. Dus als ik dan een keer iets heb met ezels of zo, of weet ik wat, dan loop ik met de buurman en zeg: wil je even helpen uit de wei halen? Dus het is heel, daar zie je gewoon niet als scheidsrechter, maar heel erg als ja, je buurman, dit en dat. Ja. Dus ik vind dat eigenlijk wel heel nuchtere, gemoedelijke. Ja. Ja, ik hou er wel van. Snap ik dat nuchtere, dat ken ik. Want ik heb wel eens gespeeld in Theater De Kappen. Ja, in Haaksbergen. Ja, klopt. Heel nuchter publiek. Ze waren zeer tevreden. Ja, maar die humor is misschien ook net iets te hoog gegrepen. Nou, ik moest wel echt werken. Ik vond het ook leuk, hoor. Maar het is inderdaad, je moet het wel verdienen in het oosten. Ja, dat klopt. Dat is waar. Dat is wel tof. En vinden ze in het oosten iets van jouw sterrenstatus? Of zien ze jou daar niet als... Nee, ze zien me er echt... Nee, helemaal niet. Dat is gewoon Bas en die fluit af en toe een potje. Terwijl als je naar een vakantie gaat, vorig jaar waren we in Nederland op vakantie, omdat je buitenland was, dan merk je pas, hé Bas, dit... Oh ja, dat iedereen weet wie je bent. Maar dan is het... Sick. Ja, bij ons is dat dus niet. En normaal, zoals vanmorgen, zat ik nog op de trekker. En dan moest ik nog even het gras maaien. Heb je een wheelie gedaan? Wheelie? Nee, dat zou jij wel doen. Ja, ik zat wel proberen. Ben je echt nog boer? Ik heb paarden, ezels, geiten, varkens, schapen. Ik heb echt alles thuis. Maar is dat waar je ook je geld mee verdient? Nee, dat is allemaal hele dure hobby's. Okay. Ja. Want jouw geld komt uit fluiten? Ja, fluiten is... Ja, ik kan dus totaal geen inschatting. Je hoeft ook geen bedrag te noemen. Oh, dat is niet erg hoor. Oké, wat verdien je dan? Ja, dat dacht ik wel. Nee, maar wat mag een scheidsrechter verdienen voor een eredivisiewedstrijdje? Ik vind. Over eredivisie heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nee, gewoon een eredivisiewedstrijdje. Eredivisiewedstrijd, moet ik minstens 5 kop krijgen. 5000 euro. Minstens. Hoe, 5 wat? 5000 euro per wedstrijd, minstens. Het gaat echt in degradatie. Dus als je een keukenkampioen-divisiewedstrijd hebt, dus echt een oude Jupiler League wel. Dan zit je misschien op 1500 euro per wedstrijd. Dat is dus de tweede divisie. Maar als je naar de eredivisie gaat, dan ga je dus naar normale wedstrijden, bijvoorbeeld zoals Groningen, Alkmaar? Kan dat? Ja, dat bestaat. Dat zijn normale wedstrijden. Dan zit je 2,5 en als je de topwedstrijden hebt, dus de top allemaal tegen elkaar, dan zit je ongeveer op 3.500 per wedstrijd. Oh, ja. Jullie worden uitgebuit. Maar lijkt het je wat, scheidsrechter? Ik kan niet meedoen de hele tijd, man. Wat ik kan wel achter het scherm. Ik kan dit doen. Oh, jij zit echt zo, beetje zo. Ja, de hele tijd meerennen. Ik ga gewoon naar die lijn rechten. Was het? Nieuw statement. Ik ben impulsief. Nee, dat valt dus wel mee. Ik ben juist meer de berekenende kant. Dat ik toch altijd soort probeer van, oké, als ik dit doe, wat zijn de gevolgen? Dan beter niet. Je was een tijdje geleden ben je weggegaan, heb je mij achtergelaten. Ja, dat was wel een soort impulsieve actie. Dat voelde voor mij wel als iets heel geks impulsiefs. Ben jij impulsief? Heel impulsief. Ja. Ja? Nee, ik ben heel impulsief. Is het een goede eigenschap of is het een slechte eigenschap? Ja, soms wel goed, denk ik. Of zo. Kijk, ik ben ook iemand, weet je... Wij moesten toen met alle internationale scheidsrechters moesten wij naar zo'n mental coach. En dan gingen ze kijken wat voor type je was en waar je kon werken. Ja. En het bleek dat we hebben 7 internationals. Alle 6, de andere 6 waren allemaal gestructureerd, werken volgens plan. Ja. En er was de één die was gewoon, er was net een dolfijn, die sprong maar gewoon alle kanten op. En dat was ik. En dat was echt zo. Grappig, man. Dus ze zeiden ook tegen mij, als jij erg gestructureerd naar een wedstrijd gaat, en je gaat het helemaal voorbereiden, dan kun jij dus in een stressmoment raken. Omdat jij, dat is niks voor jou. Oh ja, dat past zo leren ze dat wel. Dus, Want jij hebt toch gewoon een oortje in, mensen coachen jou toch gewoon vanaf de zijkant? Ja, wij hebben dus de assistenten langs de lijn, de 4 official en we hebben allemaal een oortje. Ik zou heel graag willen, misschien kun jij dat fixen, dat we thuis het geluid kunnen horen van wat er op het veld gebeurt. Nou, moet je niet altijd willen. Nee. Want? Nee, soms zeg je dingen van die wil je niet, Ja, maar dat is juist toch de entertainment? Nee. Zo van, maar ja, wil jij horen, dan heb je een volle kuip. Dan staan mijn assistenten langs de zijlijn met de rug naar het publiek. Dan zeg ik, en ik kijk het publiek en dan zeg ik ook wel eens, hey Robbie, 12 uur, tweede rij. Oh, domme lekker wijf. Ja, dat gebeurt ook. Maar dat kunnen we niet uitzenden. Heb je wel eens spijt gehad van iets impulsiefs wat je eruit flapte op het veld en dat je dacht, oh, dit was echt dom? Ja, je hebt wel... Nee, ja, natuurlijk als je speler een verkeerde paas geeft en langs loopt gewoon bij links of rechtsbenig of zo wil. Oh ja? Vinden ze... helemaal uit het spel. Vinden ze niet leuk. Of dat iemand een strafschop neemt dat je nog even langs gaat staan van, de bal ligt goed, jongen, dat jij hem neemt, dat hij hem overschiet, dan is ook altijd is ook niet prettig. Maar ja, dat doen spelers soms wel eens, hè, dat ze irritatie op hebben. Ja, en dan doe je het op zo'n manier terug. Maar ik ben niet voor het gele kaarten geven, dan heb ik liever... Wat doen ze om je een beetje uit je game te krijgen of zo? Weet je, als je continu langs je heen lopen, hè, dus gewoon in het veld dat niemand het ziet. Oh, zag je dat weer niet? Oh, die inborst was de andere kant op. Ach, zullen ze een keer meelopen? Ach, zag je dat achter je niet? En de hele tijd dat. Oh, dat is irritant. Ja, dat, gek. Dat is helemaal irritant. Dat is wel een goeie. Heel irritant is dat. Dus dan kan wel eens een inworpje even
toevallig de verkeerde kant op gaan. Maar ja, dat kan gebeuren. Hey, dat is live. Dat is live, toch? Ja. Niet gezien. Ja, dus... Ik ben ook maar een mens. Ik ben ook maar een mens, toch? Nieuw statement. Ik zou een goede bondscoach zijn. Ja, ik ga meteen naar jou, want deze reactie... Nee, ik ben wel benieuwd naar jou. Ik ben heel benieuwd wat jij... Jij wil dus bondscoach worden, vertel. Ja, nee, waarom bondscoach, jij? Ik zou wel zou ook een goede bondscoach zijn. Waarom? Nou, ik denk wel een verbinder. Ik ben wel een verbinder. Dus ik zou ook de mensen die er niet in de basis staan, die zou ik er heel goed bij kunnen houden. Ik ben vaak in de groep ben ik iemand die vaak iedereen... Ja, joh, kom op, kom erbij. Zo'n type ben ik vaak. Dus ik denk dat ik daarin wel goed zou kunnen zijn. Ja, want dat is volgens mij het lastigste, toch? Dat je gaat met 22 man naar zo'n toernooi. Dat is het enige. En 16 daarvan komen er in actie en 6 zitten er gewoon maar bij. Ja, daarom. Ik zou denk ik een hele goede bondscoach zijn. Ja? Ik denk dat het misschien wel goed is een keer. Gewoon een bondscoach die niks van voetbal af weet. Gewoon een manager. Ja. Die gewoon de juiste mensen bij elkaar zet. En die gewoon zoiets heeft van, ik vind jullie conditie nog steeds niet goed genoeg. Ja. Ik denk nou, altijd als ik voetbal kijk, denk ik gewoon, wie de beste conditie heeft, die wint, denk ik. Maar jij zou de wedstrijd wel gewoon de coach, of zou je nou gewoon wat anders gaan doen dan je later? Nee, ik zou er wel bij staan in een net pak, in een soort van sponsorpak van Giorgio Armani. Dat zie je, dit is ongelooflijk. Ik zou wel gewoon zo staan zo, en dan jou af en toe uitschelden. Ja, tuurlijk, dat dacht ik nog. Nee. Maar het lijkt me echt heel leuk. Liever zomervakantie dan wintervakantie. Om een aantal redenen. De wintervakantie is 2 weken, de zomervakantie is 6 weken. Dit is toch ongelooflijk? Gewoon puur praktisch. Dan in de zomervakantie kun je tenminste nog een beetje soort van je benen showen. Ha. De wintervakantie is ook... Wil je heel even je kuiten laten zien aan Bas Nijhuis? Want deze man heeft zulke strakke, afgetrainde kuiten. Krijgen we er niet eens overheen? Insane! Nee, dit zijn kanonnen. Dat is echt... Hoe kan dit, joh? It's always leg day for a fat boy. Ongekend, hè, maar de spieren, hè? Mag ik jouw kuiten zien dan? Ja, die broek krijg je haast niet, hè? Kijk. Even kijken. Kijk, het is ook wel... Dat is ook... Het is toch minder, hè, zie? Het is wel een... Wat het is niks, een zwakke kuit. Zwakke kuit, hè? Ja. Zie. Kijk, dit is normaal en de wedstrijd is al goed kijken, hè? Dit was nu, heb je niet gezien, scheids? Heb je weer niet gezien? Ja, heb je weer niet gezien? Kaartje voor praten. Nog eentje en ik ben weg hier, dus pas op. Nee. Ben je een wintersporter eigenlijk? Nee, ik hou ook van zomervakantie. Heerlijk, man. Lekker, heel dag bakken en met het drinken erbij. En, ja, ik ben dan wel weer een herfst/winterguy, maar dat is puur vanwege de zon. Oh ja. Dat ik dat gewoon echt niet trek. Ik vergeet het altijd, dat jullie niet zo goed tegen de zon kunnen. Het is echt insane, jongen. Ik ben met 5 minuten weg. Dit verhaal over dat hij niet in de zon kan, vertelt hij elke dag. Oh, echt? We knippen het er ook elke keer uit, dus dat is heel lekker. Ik dacht, dat zonverhaal. Nee, hoeveel knippen jullie eruit, omdat we nu zeg maar best wel 2 uur aan het filmen zijn? Hoe lang knippen jullie eruit? Ik denk dat dit eigenlijk alleen jou eruit. Verder was het wel goed uitzending. Verder was het wel goed, hè? Ik denk dat dit een aflevering wordt. Ik leg hem pas klaar, hoor. Ik leg hem pas klaar, deze. End of slideshow, click to exit. Nou. Ja, we weten allemaal wat dat betekent, lieve mensen. Dit was weer een aflevering Statements. Fijn dat je gekeken hebt, dankjewel. Laat je nog 1 keer horen voor Willy Wartaal. Woehoe! Dankjewel. En ik mag het eigenlijk niet van hem zeggen, maar onze gast heeft liever niet dat je liedjes zingt over zijn moeder. Laat je horen voor Bas Nijhuis! Yes! Dankjewel. Ja. En kijk volgende week weer, want dan zie je dit. Heb jij nu een vriendin? Zeker, die zit zelfs hier in de zaal. Nee, wacht even. Dit is helemaal nieuw voor mij. Ja. Ze is... Oh, yo. Pff, hè?